FC Dordrecht in eigen huis tegen Jong AZ. Wedstrijd zonder al te veel belangen voor de ranglijst. En de wedstrijd in absoluut hondenweer. Aftrap wordt daarom 20 minuten uitgesteld. En als het is opgedroogd, kunnen we dus gaan voetballen. Eerste half uur gebeurt niet al te veel. Dit is Zico Buurmeester van Jong AZ. Goede combinatie met Barasi en Buurmeester. Maar die schiet keeper Bosset zo'n beetje knock-out. Jong AZ met 7 wijzigingen. Veel spelers zijn in Zwitserland voor de Youth League. Andere spelers, Max Meerdink onder andere, gisteren natuurlijk met het grote AZ. Halve finale van de Conference League behaald. Dordrecht is al een aantal weken klaar. Voetbalt Frank en Vrij. Reserveur met een poging. Een wedstrijd waarin niet al te veel valt te genieten. Jong AZ, vlotte combinatie. Moeizame redding van Bosset. Nou, bijna nog de goal van Griffith. Ziet ook scheidend trainer Maarten Martens. Een beetje duwen, een beetje matten af en toe. Van Gom heeft het aan de stok met Traoré van FC Dordrecht. En ze krijgen allebei geel. Voor Van Gom maakt dat niet zoveel uit, maar wel voor Traoré. Want die had eerder in de wedstrijd al een keer geel gekregen. Dordrecht, laatste 17 minuten met 10 man. Maar dat gaat ze best goed af. Deze valt voor de voeten van El Azouzi. En met hangen en wurgen toch de goal voor Dordt. Groot feest in een bar slechte wedstrijd. Maar deze goal van El Azouzi levert Dordrecht wel 3 punten op. Prima doelpunt toch van El Azouzi. Mooie scrimmage. Er komt zelfs nog een kans voor FC Dordrecht. Een kans op meer, een kans op 2-0. Uitbraak vanaf de linkerkant, maar redding van Daniel Deen is prima. Een wedstrijd om snel te vergeten levert Dordrecht wel 3 punten op tegen Jong AZ.